Nou, Stefan, met die bekende bewegingen, allemaal wielen die op naar die nieuwe zandstrook en dan kijken of wij weer zo ver mogelijk tot het fiets. Natuurlijk, op vol risico. Meester, beetje dichterbij gesloten, jawel. 8-9 seconden. Maar dan mogen ze voorin natuurlijk niet meer twijfelen. Meester, valt die zandstrook ook aan, hij loopt er nog altijd in. Je hebt Stefan de indruk dat het Stefan meer moeite kost en dat hij daardoor ook neiging moet laten voorgaan. Die blijft rijden helemaal tot het eind. Dit is weer zo'n huzarenstukje. Kijk naar dat fantastische werk met dat bovenlijf. Kijk die achtersteven als roer fungeren. En hij is weg. Hij heeft met de klap en meter op 30. En daar is een ongelukje gebeurd met de wille, maar die wordt weer weggeholpen. Dat was aan de andere kant van de barrière.